Procureur-generaal Roy Bainat Pandey is samen met de politie en alle districtscommissarissen bezig een plan van aanpak te formuleren om de stijgende criminaliteit een halt toe te roepen. Vooral de vele berovingen die gepaard gaan met geweld baren de autoriteiten enorme zorgen. Volgens de PG willen ze de bolwerken van criminaliteit identificeren en een gepast antwoord daarop geven. Hij laat weten dat er diepgaande gesprekken hierover zijn gevoerd de afgelopen periode. En daar hebben we met elkaar uitgangspunten afgesproken die vervolgens zullen worden uitgevoerd tussen de verantwoordelijken van de regio's van de politie met hun structuren van resortcommandanten en de medewerkers van het districtsbestuur per regio. En de regio's zijn Centrum, Midden, Oost en West, waarin zij in hun inspanningen zullen gaan het nadruk zullen leggen op het identificeren van haarden van criminaliteit, beginnende vormen van criminaliteit, wat het ook mocht zijn, te identificeren voor een gepast politieantwoord daarop vanuit de basispolitiezorg. En daar waar nodig dat er wordt doorgeschakeld naar de gespecialiseerde eenheden. Bainat Pandey zegt verder dat het Openbaar Ministerie in het kader van de effectieve criminaliteitsaanpak dit jaar ook is gestart met reguliere rechercheoverleg. Hierbij worden onderzoeksmodellen besproken met de verantwoordelijken van de verschillende recherche- en arrestatieeenheden. De PG benadrukt dat het OM de nodige ondersteuning wil geven aan de politie bij het bestrijden van criminaliteit. Omdat het Openbaar Ministerie heel nadrukkelijk in de rug en naast de politie wil staan om mee te arbeiden in het versneld en in kwalitatief opzicht genereren van onderzoeksresultaten die we kunnen gebruiken voor justitiële afdoening, zeg voor mij part gerechtelijke afdoening. En dat daders van strafbare feiten niet ongestraft verder kunnen lopen in het land. Ik moet zeggen, dit initiatief heeft een wisselend succes, maar wij proberen steeds met nieuwe inzichten stappen voorwaarts te zetten. Dat was Roy Bainat Pandey, procureur-generaal, over de aanpak van de stijgende criminaliteit in het land. Hij werkt samen met de politie en de districtscommissarissen aan modellen die de criminaliteit moeten terugdringen.